Hoi! Vandaag weer een tutorial voor jullie. Deze keer was mijn doel een draagbare blauwe liplook. Ja, blauw is niet de meest, ja, weet je wel, meestal casual kleur. Ik vind het zelf een leuke kleur om te dragen, zeker donkerblauw in de herfst nu. Maar goed, als je het weet, als je het geen draagbare lippenkleur vindt, kan je de kleur natuurlijk altijd veranderen voor rood, nude, roze, oranje. Whatever je zelf wel leuk vindt. Of paars, zodat het toch meer normaler, maar toch anders. Nou ja, in ieder geval de lipkleur kun je zo doen als je zelf wil. Mijn doel is in ieder geval een soort van ja, draagbare blauwe lippenlook. Dus voor de ogen ben ik voor nude gegaan met een beetje hint van blauw erin om het toch samen te doen met de lippen. Dus ja, laten we beginnen. Zoals gewoonlijk ben ik weer begonnen met de Maybelline Color Tattoo in Crème de Rose. Hij is intussen echt serieus bijna op. Zit alleen nog aan de randen van het potje. In ieder geval brengt hij zoals gewoonlijk weer van de wimpers helemaal tot aan de wenkbrauw aan. En omdat ik een beetje een ja, smoky look voor hem wilde maken, heb ik het ook onder mijn ogen aangebracht. Vooral de buitenste ooghoek. En het palet dat ik deze keer gebruikt heb is het Essence The Glow Must Go On palet. Ik heb het ook op mijn gezicht gebruikt om te contouren en alles. Maar op mijn ogen ben ik met de warme middenbruin kleur begonnen. Cinnamon heet die geloof ik. In ieder geval deze kleur dus. Om alvast een beetje blenden dadelijk makkelijker te maken. Daarna heb ik de donkerbruine kleur gebruikt met een pencil brush. Want ik wilde het smoky hebben, maar wel een beetje cat-eye-achtig. Dat zijn er weer van de combinaties die ik per se wil. Dus dat heb ik met het penselkwastje een beetje gedaan. Dan breng ik het toch wat blenderiger aan. Dat is geen woord, dat weet ik, maar je snapt wat ik bedoel. Maar gewoon, ja, weet je wel, toch in een lijn. En daarna heb ik met mijn favoriete crease brush, deze gewoon angled eyeshadow brush van Sigma, als ik het goed heb. Heb ik dus de crease ingevuld met dezelfde kleur. Volgens mij zeg ik er echt nooit bij wat voor kwast ik gebruik. Als je daar nieuwsgierig naar bent welke kwast ik ergens voor gebruik, kan je het gewoon vragen trouwens. Dus ik weet niet, ik gebruik altijd dezelfde, dus het komt er zo doelloos over om het iedere keer te zeggen. Nou, in ieder geval heb ik daar even mee gespeeld tot het enigszins gelijk was aan beide kanten. En daarna heb ik het met dezelfde kwast ook onder het oog aangebracht. Is hij smal genoeg voor en ik wil het toch een beetje smoky hebben, dus niet in een hele strakke dunne lijn. En ja, dat doe ik terwijl ik naar de viewfinder kijk, want de spiegel is dat te laag anders. En vervolgens heb ik met een korte kwastje de Honey Glow Highlighter gebruikt onder mijn wenkbrauwen. Hele mooie, ja, bijna wit-gouden kleur is het. En toen ben ik weer teruggegaan met de blending kwast. Gewoon zonder wat erop, om de boel nog wat verder te blenden. Gewoon zodat de highlight en de crease gewoon mooi in elkaar overlopen. En ook die buitenste rand wordt nog ietsje meer geblend. Zoals ik al zei, ik wilde het wel een cat-eye hebben, maar een soort van smoky cat-eye. En de laatste tijd voor de ooglidterf heb ik een kleine oogschaduwkwastje gebruikt van EcoTools. En een shimmery kleur van het middenstuk van het palet. In feite bijna dezelfde als de crease kleur, maar dan super shimmery en ja, vond ik wel mooi op het ooglid. De binnenste ogen heb ik nog even vrijgelaten trouwens. Ik heb eerst even de rest van het ooglid gewoon dit er echt goed opgestapeld. En daarna nog even teruggegaan naar de highlight kleur voor de binnenste ooghoeken. Want die wilde ik toch wel gehighlight hebben. En zorg dat je dit ook echt goed blendt met de rest. Dat was ik bijna vergeten. Dus vandaar dat ik het even zeg. Vervolgens heb ik dit potlood gebruikt. Een wit oogpotlood van Peggy Sage. En die heb ik in mijn waterlijn aangebracht. En daarna was het tijd voor de eyeliner aan de bovenkant. En hier komt het blauw kijken. Dit is een crème oogschaduw van Peggy Sage. Je kan gewoon iedere crème oogschaduw gebruiken. Of als je een eyeliner in deze kleur hebt, werkt dat natuurlijk ook gewoon prima. Maar ja, dit had ik toevallig dus dit heb ik gebruikt. Ja, hiermee doe ik gewoon eventjes een lijn zetten om toch het blauw ook in het oog terug te krijgen. En dit is bijna dezelfde kleur blauw als het oogpotlood wat ik ga gebruiken. Maar dat, ja, het is heel, sowieso zien is een heel groot oogpotlood. Dus niet echt geschikt om een lijn mee te zetten. Dit was even makkelijker. En ik heb de wing subtiel gehouden deze keer. Dat is vaker mijn doel, maar deze keer is het ook daadwerkelijk gelukt. Dus. En dan is het daarna tijd voor mascara. De Scandalized Lycraflex mascara van Rimmel is nog altijd niet op. Dus die heb ik weer gebruikt. Behoorlijke laag aan de bovenkant. Zoals gewoonlijk. En in elk geval aan de onderkant. En ik heb trouwens nooit problemen met dat het een groot borsteltje is op zich.
En daarbij, als je ooglid raakt, dan kan je gewoon wachten tot het droog is en het dan voorzichtig met een wattenstaafje weer verwijderen. Dat werkt ook prima. En dat is dan de laatste stapel van de ogen. Dan is het tijd voor de wangen. Ik gebruik deze perzikkleurige Autumn Peach, heet die geloof ik, van Essence. Ik zal alles onder het filmpje weer neerzetten, dus gewoon leuk. En ja, daarvan heb ik gewoon een beetje aangewacht. Een mooie nude kleur past overal bij in feite. En daarna heb ik de Honey Glow Highlighter van het palet wat ik ook voor mijn ogen heb gebruikt. En voor de contour ook trouwens. Wat ik namelijk voor mijn gezicht heb gebruikt, dat zal ik ook onder het filmpje neerzetten trouwens. En in het begin van dit filmpje zag je al een link, als het goed is, terug naar een filmpje over hoe ik mijn gezicht doe. Dus, ja. In ieder geval, daarmee heb ik een highlight en daarna is het tijd voor de lippen. Ik gebruik een oogschaduwpotlood van Yves Rocher Blue Nuit. De laatste keer dat ik checkte, hadden ze hem nog steeds. Hele mooie donkerblauwe kleur en hij loopt bovendien niet in de lijntjes. Hij blijft gewoon echt perfect op zijn plek. Nou, als je iets vettigs eet, dan gaat hij wel van zijn plek. Maar het is niet zo sommige oogpotloden, dat ze in de lijntjes trekken als je ze op je lippen doet. Bla, spraakgebrek vandaag. In ieder geval, deze blijft dus op zijn plek en ziet er mooi uit. En daarna heb ik deze lippenstift van Makeup Revolution eroverheen aangebracht. Gewoon omdat hij toch op de lippen wel wat soepeler aanvoelt dan alleen het oogschaduwpotlood. En bovendien geeft hij een hele mooie metallic glans eraan. En dat het, ja, het wordt bijna een beetje een compleet metallic effect. Vind ik zelf wel erg gaaf. En dat is dan de hele liplook. En dan hebben we gelijk het uiteindelijke resultaat van de complete make-up look. Ik vind hem zelf echt behoorlijk draagbaar. Ik ben er gewoon nog mee naar buiten geweest ook trouwens. Toevallig had ik eens een keertje wat te doen. Ja, in ieder geval hoop ik dat jullie het leuk vonden om te kijken. Heel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Het is dus ook wel belangrijk om te zorgen dat het echt gewoon in één keer nu goed is. Want je kan niet na, tenminste het zou wel kunnen, maar dan moet je echt het kwastje heel goed schoonmaken.